Suriname is op dinsdag 2 mei opgeschrikt door een reeks van gewelddadigheden op Peking Saron en Maripastong in het district Para. Daarbij hebben gewapende mannen objecten en voertuigen vernietigd, personen gegijzeld en op politieagenten geschoten. Naar aanleiding van deze situatie is de regering hedenmiddag met de veiligheidsdiensten in spoedoverleg bij elkaar gekomen. De situatie te Peking Saron is momenteel onder controle. De politie en het Nationaal Leger werken samen met diverse eenheden om de vermoedelijke daders op te sporen. Zoals we als samenleving geconfronteerd zijn geworden, dat er ernstige incidenten zijn geweest, waar er zelfs mensenlevens zijn te betreuren. En dat betreuren we, maar er ook gewonden zijn gevallen in het gewapend conflict, als ik het zo voorlopig mag uitdrukken, tussen een groep van personen die als een soort bende gekwalificeerd kan worden, die vuurwapen aangewend heeft, geschoten heeft op de dienstdoende politie, daar de wacht en de post te Peking Saron. En dat er ook schotenwisseling zijn geweest. Om te vernemen wat er precies gebeurd is, om de goede informatieposities te kunnen hebben als regering, om de juiste maatregelen te kunnen treffen, hebben we vandaag een spoedbijeenkomst gehad met alle ministers die een stukje verantwoordelijkheid hebben van justitie en politie, van defensie, van grondbeleid, van natuurlijke bronnen, van buitenlandse zaken. De districtscommissaris van het district Para en alle commandanten van de veiligheidsdiensten en organisaties die we hebben. Eén, stand van zaken is namelijk dat er inderdaad een gewapend treffen is geweest. Er zijn doden gevallen die we betreuren aan de zijde van de aanslagplegers. Hun identiteit wordt nog vastgesteld. Er zijn gewonden aan de zijde van de politie. Het zijn allemaal personen die nu behandeld worden. Er zijn gewonden aan de zijde van medewerkers van Grasalco en andere burgers. Wat dat betreft vindt het onderzoek nog steeds plaats om te vernemen wat er aan de hand is. Er waren voertuigen gestolen, meegenomen door de aanslagpleger. Die voertuigen zijn allemaal achterhaald gevonden. Er is wapentuig, handgranaat ook in beslag genomen. Er is ook richting Grasalco bij Maripastong wat incidenten geweest. Dus we moeten rekenen met dat twee haarden zijn waarover het gaat. En wat nu gebeurt is namelijk dat de veiligheidsdiensten, leger en politie, gemengde eenheden, alles eraan doen om te zorgen voor opsporing, voor nasporing van de personen die verantwoordelijk zijn, orde en rust te brengen in het gebied. Personen die geïsoleerd zijn, ondernemers die geïsoleerd zijn, trucks en chauffeurs die geïsoleerd zijn, allemaal de nodige bescherming te geven, dat ze hun weg vrij kunnen vinden om om naar Paramaribo te komen en of andere economische activiteiten te ontplooien. Bescherming van de leefgemeenschappen, dat is ook een andere opdracht die gegeven is. Maar tegelijkertijd moeten we een overleg. En er wordt vanavond overleg gevoerd met de verschillende dorpszoden, met de kapiteins, om na te gaan wat er precies aan de hand is. Wat zijn de issues? En nu al blijkt namelijk dat er de afgelopen tijd er veel overlegmomenten zijn geweest over gronden die uitgegeven zijn, concessies die uitgegeven zijn. De ministers die zijn hier aanwezig en het ministerteam waar minister GBB ook zit, maar samen met DC. Die moet ook grondig onderzoeken. Namelijk, waar zijn die gronden uitgegeven? Waar zijn die concessies uitgegeven? En als we ze moeten opschorten, dan gaan we ze opschorten om een goed onderzoek te laten verrichten. Maar het mag niet zo zijn dat er beslissingen zijn genomen die indruisen tegen de leefgemeenschap, die indruisen tegen de grondenrechtenvraagstukken. Maar het moet goed onderzocht worden. En daarvoor is die opdracht ook gegeven om met goed overleg duurzame oplossingen te zoeken voor die gronden en concessies die uitgegeven zijn. Dat van Maripastong Grasalco, daar moet leger maatregelen treffen samen met de leiding van Grasalco. Dat er een permanente unit komt, maar ook dat de leefgemeenschap de ruimte krijgt op een geordende wijze. Ook aan economische activiteiten doen, zodat iedereen een stukje broodwinning heeft. Maar dat men geen schade gaat aanrichten
aan goederen van persoon, etc. Want er is behoorlijk schade aangericht aan trucks, aan bezittingen. En al deze personen die daar verantwoordelijk zijn, die gaan we ter verantwoording moeten roepen door de justitie. Maar tegelijkertijd wordt er een totale inventarisatie ook gemaakt van alle schade wat is aangericht in het gebied. De berichtgevingen, wat heeft het met u gedaan als staatshoofd, wanneer u dit alles hebt vernomen? Natuurlijk is het schokkend als je als land, als samenleving, zeker ik als president dit moet vernemen, dat Surinamers op deze wijze met elkaar omgaan. We hebben een gewelddadig verleden. Dat ligt daar zo, vers in ons geheugen. Laten we alle vraagstukken met dialoog oplossen. Laten we alle vraagstukken met overleg oplossen. Laten we alle vraagstukken oplossen op een wijze zoals we dat gewend zijn in Suriname. We takken aan makandra. Voelen we vernietigd. Voelen we chiri. En laten we alle problemen op een ordelijke wijze oplossen. Maar aan de andere kant roep ik ook vanuit deze plaats en ieder op om alle informatie wat men heeft. Om dat door te geven aan de autoriteiten. We kunnen in het land niet hebben dat wij personen hebben die om welke reden dan ook en welke agenda dan ook, want dat moet allemaal nog onderzocht worden, tot zulke gewelddadige acties overgaan en zelfs waarbij mensen levens te betreuren zijn. Dat betreur ik als president, dat er doden zijn gevallen, dat er gewonden zijn gevallen. En we gaan alles doen als regering om die inbreuk die gepleegd is op de rechtsorde volledig te herstellen. We gaan alles doen als regering om te zorgen namelijk dat die bescherming gegeven wordt aan de leefgemeenschappen. Maar we gaan alles doen als regering dat die conflicterende issues die spelen binnen de gemeenschap, dat die goed en duurzaam opgelost gaan worden.